Maar niet mijn buik erop. Ga die rekening terug. Oh. Wat gaan we doen? De telefoon pakken. Ja, lek. Nee. Echt een mega gat, mijn hele vinger past erin. Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag een super lekkere dag. Het is heerlijk weer en we gaan vandaag natuurlijk lekker zwemmen. Het zeil zit er nu nog op. We moeten het zwembad helemaal gaan schoonmaken. En daarnaast heb ik iets heel vets besteld. Ik heb het in de afgelopen vlogs een beetje geteased. Maar het is eindelijk zover. Vandaag gaan we dit ding hier opblazen en kijken of die in het zwembad past. Dit is niet normaal groot. Volgens mij 4 meter bij 2, bij 3 meter. Hier staat het. 4 bij bijna 3 meter. En ze hebben zelfs een vakje voor je coolbox en zo. Ja, dit is natuurlijk super lijp als je dit op het strand hebt. Gewoon in de zee. Maar ja, we zijn nu niet bij de zee. We zijn nu lekker thuis. Dus we gaan proberen of het in het zwembad past. Dee en Lars komen hier ook heen. Dus we gaan lekker chillen hier. En ja, ik hoop dat het wat wordt. Maar we kunnen natuurlijk niet in een vies zwembad zwemmen. Hij is gewoon nog helemaal vies. Vooral aan deze kant is het altijd vies. Omdat het zeil hier net niet goed ligt. Maar we gaan zo meteen even het zeil eraf halen. En dan moeten we hem helemaal gaan stofzuigen. Maar we moeten ook met deze bezem moeten we dan zo vegen zo aan de zijkant. Want dan gaat al dat groene, dit groene wat je hier ziet, dat gaat er dan van af. En daarnaast was ik ook even vergeten dat ik vandaag een e-mail moet schrijven voor school. Dat is een toets, dus ik moet echt op een bepaald tijdstip, in dit geval om 1 uur, moet ik die e-mail gaan beginnen met schrijven. Dan krijg ik pas de opdracht. En dan heb ik 1,5 uur om die e-mail af te maken. En ik was dat dus helemaal vergeten. Dus het is maar goed dat Roef had mij nog even een appje stuurde van bro, we hebben straks die e-mail die we moeten schrijven. En toen dacht ik, oh ja, shit, we hebben straks die e-mail. Helemaal geen zin in, knijter lekker weer. Ik heb echt al vakantiegevoel. En dan nog dit. Nou ja, we moeten dus zometeen nog even een toetje maken. Maar nu eerst gaan we het zwembad even een beetje schoonmaken alvast. Isa. Ja. Ben je benieuwd naar dat ding? Ja. Dat is wel vet, hè? Ja. Ik ben... Ja, dat vraag ik me wel af, want volgens mij is die echt knijtergroot. Oké, daar gaan we dan. We gaan het zeil eraf halen. Eens kijken hoe het eruit ziet. Oh, hier valt het echt wel mee. Het is wel vies. Ja, dit gaat niet goed, hè? Ik ga je even helpen. Het zeil is er helemaal vanaf. En ik moet zeggen, het valt nog mee hoe vies het is. Het valt echt wel mee. Dus dat is fijn. Hier is het wel echt heel goor. Maar kijk dit, hè. Dan ga je zo met die bezem zo. En dan komen dus allemaal vieze gele wolkjes met allemaal rotzooi. En die zakken dan, of juist niet. En dan kunnen we ze of met dat schepnetje opscheppen. Of kunnen we het zo meteen wegzuigen met de stofzuiger. We hebben allemaal dingen in het zwembad gegooid. En dat begint nu een beetje op te klaren. Het moet nog een beetje schoon worden. En nu is het 1:15 en 1 uur zou ik beginnen met mijn toets. En toen kwamen we om 1 uur aan en ik zou de site openen om mijn toets te downloaden. Kon je hem niet downloaden, niemand kon dat. Dus had school weer top geregeld. En nu een kwartiertje later hebben ze hem gemaild, de opdracht. Dus nu kunnen we hem gelukkig wel maken. Nou, gaan we beginnen? Ja. Nou ja, ik ga beginnen. Jij ja. We gaan een mail schrijven, jongens. Een Engels mail. Ik heb er zin in. Jongens, ik ben bezig met mijn toets. En jullie zijn er nu. Jullie komen gezellig zwemmen. Hoe duur denken jullie dat ding was die daar staat? 70 euro. 80 euro. Ik denk 300 of 400 euro. Lars wint uiteindelijk toch nog, want hij zit nog dichterbij. 212. Ja, weet je of zo. Het niet? Maar dat is goed materiaal, denk ik, hè? Ja, til hem eens op. Ja, zwaar zeker. Gast, ziek. Oh. Moeten we ja, even meenemen naar Open Oma? Ja, fucking vet. Maar ja, ik dacht, we gaan het ook eens een keer proberen vandaag. Weet je wat je moet doen? Zo'n buitenboordmotortje kopen en dat ding gewoon eraf. Woe! Ik heb mijn toets af. Oké, ik ben klaar met mijn toets. We gaan nu lekker zwemmen. En we gaan leuke dingen doen. We gaan deze opblazen. Ik heb er zin in. Jullie ook? Ja. Willen jullie om een thumbnail vandaag? Nee. Wel, come on. Jij zou hem gunnen, hè? Voor al die tijd in de tuin. Oh, ja. Kom. Mocht je altijd in de thumbnail gebruiken. Oké, gast, gaan wij deze opblazen even? Met de compressor. Heb je honger? Maar niet mijn buik erop. Kijk, we hebben hier... Ik heb deze net open gemaakt. Kijk, we hebben hier dit. Dit ding hebben we nodig. Kijk, dan doe je dit en dan gaat hij heel veel herrie maken. Oké, gast. We gaan hem even openmaken wat er allemaal in zit. Als eerst een coolbox. Volgens mij. Ja, die zag ik op het plaatje. Dus ik denk dat dat dit is. Een hele tent. Moeten we ook nog een tent gaan maken? Die gaan we niet erop doen hoor. Dat is saai, man. Die moet op dat ding. Ja.
Maar ja, we komen niet om in de schaduw te kijken. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Wat gruwelijk. Zit gewoon een tent bij, joh. Ziek, hè? Gaat dit in, krijgen we nooit meer in die doos. Nee. 100. Dan gaan we die rekening terug. Oh. Wat gaan we doen? De telefoon pakken. Ah, Dave viel bijna. Oké, okay. Ja, wat moeten we hiermee, joh? Wat een plakkaat, joh. Die hebben sowieso met zo'n ziek groot ijzerding zo... Wil je dit gaan doen? Ja. Heb je het opzet open? Heb je dit besteld online? Ik heb dit besteld online. Dus we kunnen hem niet meer terugsturen. Okay. Oh, gast, deze is ziek, joh! Oh, dat is heel vet! Er is een klein beetje veel herrie, maar kijk hoe vet! Holy! Kijk hoe groot het ding is, gek. Holy shit. Jongens en meisjes, het lijpe kussen is af. Woehoe. Hij past gewoon precies. Hè? Hij past gewoon precies. Met opstapje. Met opstapje. Wil jij eens filmen even? Ja, man. Ga ik er even op. Ga even kijken. Even ook aan de kijkers laten zien hoe groot dit eigenlijk wel is. Want kijk. Oh, oh, dit is fijn. Kijk, hè, kijk. Dit is dus... Dit ben ik. Ik ben 1,90. Hallo, Blake. Je hebt me al lek gemaakt. Echt niet. Jawel. Nee. Geloof ik niet. Jawel. Ja. Ja, man. Hier. Zo snel? Ja. Lek. Nee. Echt een mega gat. Mijn hele vinger past erin. Echt. Maar terugsturen is echt niet goed, hoor. Dat meen je niet. Ja. Nee. Nu al. Maak je jullie grapje? Nee, zo'n gat. Kijk maar. Meen je het echt? Voel dan. Alleen omdat ik erop ging. Je hebt me kapot gesprongen, hou echt. Dat kan niet. Schat, ik heb dit erop gepompt. Kijk ja, eens. Ik bedoel, dat hoort niet te kunnen. Dat als je erop springt, dat hij dan meteen kapot springt. Dat hoort niet te kunnen. Jongen, probleem. Hij is weg. Jongen, er ging al zoveel mis, hè, voordat we begonnen. Oh, nou, kunnen we alleen dat beeld chillen. Ja, ik moet wel zeggen, dit is niet een onbelangrijk gedeelte, dit. Dit is ongeveer het belangrijkste van het hele kus. Ja. Nou, dat was leuk. Maar kunnen we dat niet plakken? Nou... Kan er een hele nieuwe binnenband in staan? Nee, dit kan je niet plakken. Er zit zo'n groot gat in. Oh, we gaan hem nu plakken met de heavy repair Dutch ding wat erbij zat. Mooi gesproken. Even strak houden. Oké. Kom hier. Kom hier, kom hier. We moeten 30 minuten wachten. Nee. Zo lang? Ja. Dat is wel echt balen. Oké, jongens, we hebben nu plakspul gekocht en geplakt. Lars heeft dat gedaan. Morgen gaan we dat even proberen. Nu gaan we van het dak afspringen. Je. Yeah. Ik. Hè. Nou, klimmen. Ik ben benieuwd. Zo, gas. Woe! Holy shit, ouwe. Dat doe je snel. Ik moet even dit goed leggen van papa. Waarom? Ja, het ligt niet goed. Had hij dat gezegd? Ja. Als je dat dan nog een keer doet, moet je wel even die dingen goed leggen. Omdat dit mag helemaal niet. Maar ja, als je home alone bent, kan je alles doen wat je wil, vriend. Ik schijt aan de overheid, aan de hele motherfucking Molenwijk. Zat ook? Nee joh, ik hou het niet bij mij. Gewoon normaal. Wat bedoel je? Ja, gaat het weer mis? Kan ik naar het ziekenhuis? Wow! Ik heb me helemaal gemist, hè. Gast, ik heb een heel dat dak mooi erop. Ik heb jou niet gefilmd, volgens mij. Gast, ik schrok echt, hè. Nou, Lars had wel goed gefilmd. Wel een beetje matig, hè? Vind je matig? Matig. Dat ding? Ja, dat is wel jammer. Ik had echt een goed idee voor vandaag bedacht. Dat is echt jammer, maar we doen nog wel even ergens maar, deze week. Maar morgen gaan we weer proberen of hij het al doet. Ja. Het moest 6 uur lang opdrogen, dus vandaag kan niet meer. En helaas moeten Dee en Lars nu alweer weg. Hebben we helemaal niet samen kunnen zwemmen. Nee, ik moet ook zo weg. Ja. Oh, ben ik helemaal alleen. Oh, die ging best goed. Moeilijk joh, want het is natuurlijk hier is water en hier is de rand van. Ja, je kan hem maar ging wel hebben ze bedoeld. Ja, ging best goed. Ja, dat goed. Wat gaan jullie doen? Kom je nog een duikje? Nee, dan moet Eén keer samen, kom moet op. Moet ik nat in de auto? Nee, dat niet. Maakt niet uit. Wel, in jouw auto kan dat. Je bent nee, nog nat. Nee. Kom op, één duikje nog. Deze kom. Samen. Nee, ik ga... Jij kan heel goed duiken met mij samen. Gast, nee. Morgen kom ik duiken met jou. Staan we dan weer in de normale kleertjes. Ik baal een beetje van deze dag. Echt jammer dat het nou zo heeft moeten eindigen. We hebben nog zo weinig plezier van gehad. Maar hopelijk morgen kunnen we er wel echt plezier mee hebben. Ik heb nog iets leuks. Ik heb namelijk dit gekocht. En dit is een dino-ei. Kijk hoe groot die is. Hij ligt nu in mijn hand. Kijk hoe vet groot dit ei is. En dit ei, die wordt uiteindelijk dus een dino.
Ja, logisch. Maar die moet je dus in het water leggen. En ik weet niet of jullie dit kennen. En dan lieten we zo'n ei heel lang in het water liggen. Maar toen waren ze niet zo groot. En deze is echt vet groot. Dus die gaan we lekker in het zwembad gooien. En kijken binnen hoeveel dagen die eruit komt. En wat er überhaupt gaat gebeuren. Dus, let's go. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Als het goed is, moet hij dus in het water. In de onderkant zitten gaatjes. Dus ik denk dat hij gaat zinken. Weet ik niet zeker. Zo'n gevoel heb ik. Zo, hij gaat nu echt. Nu begint hij te gaan. Kijk. Oh, dit is sick. Ik weet niet meer wat er op de verpakking stond van hoe lang je moest wachten. Maar volgens mij best wel lang. Maar dit is best wel sick. Kijk, hij gaat nog steeds verder. Volgens mij gaat hij bijna helemaal zinken. Ik denk het wel. Zo, nu gaat hij hard, joh. Ja, en hij is onder. En in één keer, boom. Op de bodem. Jongens, ik ben overreden door een vrachtwagen, een vliegtuig en een personenauto. Hoi. Zojuist ben ik in slaap gevallen. Oh mijn god, nee. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik lag lekker op de bank. Toen was ik in één keer weg. En toen werd ik net wakker en toen dacht ik, nee, ik ben in slaap gevallen. Maar wat we gaan doen, er staan hier allemaal dozen en zo. En mijn zus, mijn lieve zus Nika dus, die is aan het verhuizen. En die heeft wat hulp nodig met die dozen. Dus ik ga even een keer heen en weer rijden naar haar huis toe. Met al die dozen. Dus ik ga nu mijn auto vullen. Zoveel mogelijk erin doen. En dat brengen we dan allemaal naar haar toe. Zodat ze dat niet zelf hoeft te doen. Ja, ik zei het, overreden. Maar we zijn weer fit nu. Dit helpt zo goed, hoe kan dat toch? Mijn hele lichaam wordt gelijk echt wakker geschud gewoon. Terwijl net was ik nog echt 3,5 minuut geleden, was ik echt gewoon uitgestorven. Ik heb allemaal ook vormpjes hier zo. En nu ben ik gewoon helemaal fit weer. Hoe is het mogelijk? Jongen, dat ding joh, huismondje. Hij zit vol hoor. Hoppa, lekker man. Die gaan we even wegbrengen. Let's... Gaat dit goed? Ja, gaat goed. Let's go. Iemand zit in een 1 op 10 challenge? Ja, in wat? Ja. Ja, maar kijk, hij ging bij mij 1 op 10 op backflip doen. En ik ben nu echt heel moe. Ik heb net getraind. Dus dat ga ik nee, echt wat? Oh nee, ik wilde 1 op 10 op het zwembad. In het zwembad springen. Oh, ja, dat vind ik prima. Ja, gewoon 1 op 10 op zwem... in wie in het zwembad ja, moet? Ja hoor. Oké. Okay. Andere onderbroek voor jou. Hoezo? Nee, gewoon naakt gewoon. Ik ga niet naakt. Oké, maar jongens. Hoe gaan we doen? Want we willen dus met z'n vieren steenpapier wie erin moet. Ja. Oké, als jij nou gewoon schaar doet, wij doen voor de rest. Jij er gewoon in. Ja? Oké, zijn jullie klaar voor? Laten we even dichter bij elkaar. Oké, steen, papier, schaar. Nee, wat kan je? Nee. Ik wist dat het niet steen was. Ik wilde helemaal geen steen, maar het is per ongeluk. Steen, papier, schaar. Ja! 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 En jij zei het nog! Je zei het nog! Oké, moet ik zwembroek pakken? Nee, moet met kleren toch? Moet ik naar huis gaan? Ik pak wel een handdoek en een zwembroek. Ja, sorry. Hey, niet zo snel! Ja! Alleen even teentje. Ja? Oh, daar gaat hij. Oei, heel gek! Hey, broer! Holy shit, ga je kanteren in goed bommetje? Nou, hier zitten twee sukkels. Zo, dat was met het avondje wel weer. We hebben het heel gezellig gehad, lekker gekletst. En nu is het tijd om lekker naar bed te gaan. Het is ondertussen weer lekker laat geworden. Het was wel een hele gezellige avond. Ik ga lekker naar bed. Ik zie jullie morgen om 4:30 weer. En morgen gaan we gewoon met dat ziek grote opblaasding wel het zwembad in. En dan gaat hij niet kapot. Ik zie jullie morgen om 4:30.